ik ben wel een pittige rijder, dus ik probeer wel sportief eroverheen te gaan. Ik rij een Elvis Speed Special, een 6-cilinder 3,5 liter van 1935. Dit ruikt naar olie en hier moet je nog een beetje aan het werk. Dus dat heeft zijn charme en alles wat je hier ziet is van voor de oorlog en is een beetje sportief. Ik voel me gewoon meer thuis in de 20e, 30e jaren, de vintage tijd. En ik heb zelf ook al auto's na de oorlog, maar ik vind vooroorlogsrijden op de een of andere manier fantastisch. Wat is er zo bijzonder aan om te rijden op een heus circuit? Ja, dat is toch wel apart. Zeker als je dat niet altijd gedaan hebt, dan worden mensen nerveus. En moet je dus goed letten op de veiligheid. Dat doen we ook. We geven een goede briefing. En we zorgen dat de auto's die voordat ze de baan in gaan ook een check hebben gehad dat ze veilig zijn. Hoe ging het? Het ging helemaal goed. Ik ben weer veilig terug, zoals je ziet. Was het leuk? Dat was heel leuk.